Voordat deze superleuke Horror Zaterdag begint, doe ik even een hele kleine sell-out. Ik heb namelijk een superleuk nieuw t-shirt te kopen, wat maar exclusief 1 week te verkrijgen is. En dat is... dit shirt! Ik viel bijna om. Dit shirt van de Melfam is nu 1 week te koop. Hij is glow in the dark, dus hij geeft ook nog een beetje licht in het donker. En hij is super chill, super leuk. En ja, dit is gewoon even een kleine promotie dat jullie misschien hem gaan kopen. Want we zijn natuurlijk 1 grote Melfam met z'n allen. Druk op het linkje in de beschrijving als je er geïnteresseerd in bent. Denk er niet te lang over na, want hij is maar tot aanstaande vrijdag. Dus dat is 1 week lang te koop. En ja, dat was het. Dat was de promotie. Hallo Melfam en welkom. Welkom terug bij een gloednieuwe Horror Zaterdag. Ik ben natuurlijk Melvin. En vandaag heb ik een paar horrorspelletjes op het programma staan. Van verloren en gevonden videobanden. Ze schijnen super eng te zijn, dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. En laten we samen naar bel nummer 1 gaan. Nou ja, voor als je nog niet door had, dit masker staat dus op mijn t-shirt. Dit is spel nummer 1. We zitten aan een bureau en het heet Cagehead. Ik weet niet wat... Oh, we hebben een videoband. Nou, dat is precies wat ik zei in de intro. Nee, maar dit is een of andere man met een cage... Ja, Cagehead. Een kooienhoofd. Het zit allemaal in de titel. En ik heb geen idee. Moeten we dat ding afspelen? Het lijkt me wel. Wat hebben we nog meer hier liggen? Multiple stab wounds to the body. The possible weapon used for such wounds could be a pickaxe. Okay. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit best mysterieus vind. Sorry, couldn't wait. I will lay some glow sticks. Find me. PS, record every... Oh, want voor mij... Oké, ik begrijp hem al. Oh, ja. Dit is dus een cold case, denk ik. En wij zitten nu gewoon vet laat. Zoals jullie kunnen zien... Nou, ja, vet laat. 10 voor 10. Gaan we nog even kijken naar zo'n videoband die gevonden is. En... Damn, dit is gewoon een heel dagboek, joh. Denk je nou echt dat ik dat ga lezen? Ik heb het helemaal gelezen. Dat hebben jullie niet gehoord. Maar het is een dagboek wat ik al zei. Over een vriendengroep. Die had een feestje. En er was een mijn gevonden. Maar de ingang was helemaal geblokkeerd door rotsen. Door een of andere instortingsdingetje. En eentje die zat daar trouwens bij die ingang na het feestje dat ze hadden. Had wat drank op. En hij dacht iemand te zien in die grotten. En wist niet wat hij zag. En nu gaat iemand anders. Wanneer de ingang vrij is gemaakt. Phil heet die man. Gaat met zijn camera even kijken wat er in die grot is. Goed man. En we hebben hier nog een andere, wat? Horror at tunnel under construction, mine shutdown due to deadly gas and 2 bodies found in subway tunnel. Ik denk dat we die videoband maar gaan kijken. Ja, dit is allemaal echt heel naar. Dit is echt heel naar. Maar het is voor mij dus dat wij... Oh, dit ziet er cool uit. Wat ik wilde zeggen, wij spelen die videoband. Kijk dit dan, hoe cool. Dit vind ik echt heel vet. Oh, het is wel helaas afgesloten, dat is sad. Nou ja, dit is in ieder geval de ingang en hij is geopend. En wij zijn nu Phil. En Phil, die is helemaal alleen. Ik weet niet hoe die man dat durft. Deze mijn aan het ingaan. Laten we eens kijken wat we gaan zien. Kan ik ook zoomen? Nee? Of wel? Oh! Oh, ja. Wat zou die politieman denken als... Nee, dat begroof ik ook niet trouwens. Ik snap niet waarom je dit doet, Pik. Maar oké. Ik ga gewoon rustig doorlopen. En wellicht komt er misschien iets. Ik heb geen idee. Gezien de... Wat de heck is dat? Oh, een glowstickie. Ik ben niet de enige hier, of wel? Wat doet die glowstick hier? Hallo, glowstick? Zoals jullie kunnen zien, heb ik een glowstick gevonden in een... Hele duistere, enge grot. Laten we gewoon de glowsticks volgen. Meestal is dat misschien wel het beste om te doen, denk ik. Of niet? Nou, dit loopt gewoon... Serieus, dit loopt dood? Nou, dat was een groot succes. Dan moeten we de andere kant op. Maar waarom ligt die glowstick hier dan zo ook achter een stuk rotsen? Die glowsticks zijn meestal om je route terug te vinden. Maar nee, ze leggen hem daar, leggen ze hem een beetje achter een grote rots. Dat het gewoon moeilijker te zien is. Echt achterlijk, maar oké. Doet me trouwens ook denken aan die tijd dat je in Minecraft dan torches op 1 kant in een muur ging plakken. Zodat je altijd de uitgang naar boven vond. Laten we in ieder geval maar gewoon rustig doorlopen, want daar is nog zo'n torch. Hallo, torch. Stick. Ik zeg torch, maar ik bedoel glowstick. God, met mijn stomme verhaaltjes ook. Damn. Ik ben trouwens best bang. Ik weet niet waarom, maar ik heb kippenvel.
Gewoon hoe creepy dit er weer uitziet. Gewoon die gevonden videoband tape spellen zijn echt insane goed. Ik vind die zo leuk. Ik vind dat echt gewoon ook indrukwekkend. Want het is gewoon letterlijk een walking simulator. Maar het zit je echt op de zenuwen gewoon te werken. Van ja, wat ga ik tegenkomen? Wat gaat Phil tegenkomen bedoel ik? Hij zit hier wel dom een beetje in te zoomen steeds. En daar is dat weer een glowstickje daar? Ik zie daar een heel groen gloedje. Denk het wel. Laten we gewoon eens een stukje rennen. Het is niet echt heel spannend tot nu toe, toch? Nee. Ja, zie, daar ligt er weer een, hoor. Ik weet trouwens nog steeds niet waarom hij dit alleen doet. Waarom? Waarom, Pik? Ga je heel... Oh. Who would leave their backpack behind in here? Dat weet ik ook niet, Phil. Maar dat is toch geen goed teken? Waarom zou je nu nog doorlopen? Waarom zou je na het vinden van zo'n backpack gewoon niet denken van... misschien moet ik terug. Nou ja, het zou mij wat wezen. Hè? We zijn gewoon een jongen met ballen van staal. Zoals letterlijk in ieder horrorspel. Dus we lopen gewoon door. Want kijk, er zijn gewoon steeds van die glowstickies hoor. Er is niks aan de hand, joh. Het is gewoon een mooie mijn. Gewoon een mooie oude verlaten mijn. Gewoon gezellig. In het donker. Met af en toe een glowstick. Yay. Ja, we weten dat er een of andere cagehead is of zo, denk ik. Anders zou het spel niet zo heten, maar we hebben nog niks engs gezien tot nu toe, zeg maar. Dat is een beetje het ding. Wat is dit trouwens? Gewoon zakken. Waarom lijkt het alsof die mijn nog gewoon in werking is? Dat vind ik misschien nog wat engste. Als je een verlaten mijn hebt, dan heb je toch niet zakken die er nog zo goed uitzien? Dat lijkt me gewoon echt heel sterk. En ook die glowsticks trouwens. Of is hier al eerder een onderzoek gedaan of zo? Ik zou het echt niet weten. Wat hebben we in ieder geval hier nog meer? Hallo, nog meer shit. Wait. Is that... What? Hallo? Gozer! Oh god, I'm getting the hell out of here. Holy shit, en nu zit hij zeker achter mij, of niet? Oh mijn god, ik ga gewoon rennen. Dat is ook gewoon het einde van die mijn, dat meen je niet. Oh damn, rennen. Als je dat ook vindt, je bent helemaal... Wat was dat? Ik hoor een geluidje, wat was dat? Ik ren gewoon terug. It's air. It's hard to breathe, wat zit daar? It's hard to breathe. Oh, ik zie niks. Oh damn, ja, maar we gaan gewoon rennen, Pik. Oh, wat is daar? Ik ga nu allemaal dingen ook zien, ik vind het niet leuk, dit spel. What the heck is dat dan? Oh shit, is dat Cagehead? Dat is serieus Cagehead, meneer, ren! Ren voor je leven, ga naar die uitgang. Oh mijn god, als je dit tegenkomt, dan zou je toch ook echt gewoon 10 kleuren stront. Echt gewoon een regenboogpoep. Ik ben echt gewoon bang, ik durf niet om te draaien. Als ik omdraai, dan schrik ik. Niet omdraaien, Melvin, niet omdraaien. Gewoon rennen voor je leven, gewoon rennen. Gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Gewoon gezellig hardlopen in een verlaten mijn, toch? Dat doet iedereen dagelijks, dacht ik. Nee, dat doet niemand. Nee, echt niet, oké. Phil doet zo hard zijn best om het overleven, maar hij wordt gewoon dizzy. De lucht is gewoon te zwaar. Je zou het maar trouwens zien als politieagent. Dan zou je toch echt zo zitten van, wat een arme jongen. Zo dicht bij de uitgang en dan gewoon doodgaan. Maar de uitgang is natuurlijk dicht! Want ja, Phil die gaat helemaal alleen en die heeft gewoon geen vriend bij zich, hè? Achtelijk debiele mongol. Kijk, nou, daar zijn... Wat? Of heeft hij het nou wel overleefd, Phil? Oh, wat? Telefoon? Hey, you're calling right on time. Just as I finished watching the tape. No wonder the guy turned out the way he is now. Perhaps I can interview him. Anyway, looks like I have enough material for my new story. It might even have a name. Damn. Cageface, dit was echt een grappig spel. Het was echt best wel creepy, laten we eerlijk zijn. Dit is gewoon wel een chapeautje waard. Oh ja, 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 lekker bezig. Tape is horrorspel nummer 2 dat we gaan spelen. En het staat wel in de titel. Het is weer een videotape / band. Dit keer is het een of ander pizza delivery meisje dat een pizza voor mij moet afleveren bij een heel eng horrorhuis. Dus we gaan het gewoon bekijken. We drukken op play. Tape gaat er vet smooth in. En we hebben weer een tv-tie. Kijk eens aan. Hallo tv. TV, ga jij werken of hoe zit... Oh! Oh, daar gaan we. Het ziet er niet helemaal goed uit, die kwaliteit, maar oké. Is it working? Oh, hello there. Welcome to my vlog. And today we are delivering pizza.
Now, I know that it is weird while I'm vlogging when I'm delivering pizza. However, this is the haunted house in the rumor that people keep talking about. What? And I got delivery order to this house. So let's deliver the pizza to our customer and see whenever the rumor is true. Also, if you like this video, please consider subscribe my channel and leave a like to this video. Oh my. Het meest achterlijke vind ik is dat het 22 december 2020 is, 12 uur 's nachts, en dat je dan met zo'n videocamera filmt. Want ik had letterlijk net in mijn hoofd dat je eigenlijk zulke soort videobanden nooit meer zou vinden. Iedereen heeft tegenwoordig digitaal... Hallo? Ja? Oh. No one at home. Dat is jammer. I guess they did not hear my knock. No. Well, then we shall get back to my car and give them a call. Because I cannot come back to the store when they haven't received their pizza. Dit is zo random. Maar wat ik wilde zeggen is dat het gewoon echt gek is dat wij met zo'n camera filmen in het tijdperk 2020. Dat is toch... Oh! Oké. Nou ja, dan hoeven we niet te bellen, toch? Laten we naar binnen gaan, denk ik. Hallo? Dat was het toch niet? Je gaat niet zeggen dat dit het spel was. Oh shit, er is serieus meer. Oh shit. Where am I? What is so dark? And what is this? Here you may hurt you find take you will free you again. Wat? Wat is dit? Oh, ik vind het nu niet leuk. Ik weet ook niet waarom ik opeens een kaars fucking heb gekregen. Van wie is dat? Wat is dat hart ook? Hallo hart? Oh mijn god, en mijn lamp kan ook nog eens uitgaan. Dat meen je niet. Hallo hart? Wat moet ik doen? Waarom zit ik in een of ander fucking eng creepy huis te filmen? Waar is mijn pizza ook heen? Ik heb hier een pizza bezorgd en die is gewoon ook verdwenen. En het huis is trouwens echt gigantisch. Holy shit. Waar de heck moet ik heen? Moet ik hier naartoe? Kan ik door deuren? Ik kan door deuren heen. E to hide? Oh mijn god. Press E to hide. Maar waarom kan ik hiden? Wat is hier aan de hand? Dit is niet leuk. Kijk, hier is de trap. We gaan naar boven toe. Dus wat de heck is dat trouwens voor trap? Dat is echt een hele lelijke trap. Ik kan er zelfs echt amper oplopen. Wat is dit nou weer? Trap, werk beter man. Dat is ook moeilijk hè, trap lopen. Tjonge, jonge, 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 jonge. Voor mij ging dat echt oprecht gewoon fout. Dat ging gewoon oprecht fout. Kwaliteitsspel. Nee, maar even. Dat jumpscare moment was zo niet leuk. Ik had dat ook gewoon niet verwacht. Maar wat ik ook nu niet weet... is wat ik nu moet verwachten. Kijk dit dan, wat zijn dat voor enge knuffels allemaal. Ik moet echt naar dat hart kloppen toe, of niet? Oh! Er lag gewoon een hart op de grond. Demon shall rise. Hide. One shouldn't will, shall fall. Hide you need, look you won't run. You shouldn't hear it will. Dit is niet goed. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn fucking god. Waar kan ik hiden? Waar kan ik hiden? Hier. Hide. Er loopt nu gewoon iemand in het huis. Volgens mij is de bedoeling dat ik steeds een hart ga zoeken. Wat de heck? Het was gewoon een pizza delivery. En dan... Ah! What the fuck? Wat gebeurt hier? Dit spel is zo fucking... Dit is niet leuk. Zeer waarschijnlijk als ik er nu uit ga, ben ik ook dood of niet? Hallo? Spel? Ik ben echt gewoon heel bang. Oh mijn god. Ah, the fuck are you doing? Wat de heck is dit? What the heck is dit? Zit dat in dit huis? Dit spel is niet leuk. Dit spel is gewoon... Nee, dit spel. Fuck dit spel. Hoe kan je nou zo'n kutspel maken met al die jumpscares? Echt serieus. Dead in dit huis. Ik dacht
dacht, ik ga toch nog even op zoek naar dat hartie. En dan vind ik opeens toy. Toy she loves, sing she can, friend she does not play she will. What the heck? Zit er nou weer iemand in het huis dan of wat is de bedoeling? Hoor die geluiden, wat is hier aan de hand? Ik vind het echt een heel kut spel. Ik weet niet. Hallo? Wat is dit nou weer? Oh mijn god. Hallo? Wat de heck is hier aan de hand? Wat de heck gebeurt hier? Hallo? Ah, nee! Jij bent echt gewoon niet leuk. Jij moet echt gewoon oprotten. Ik snap hier echt gewoon helemaal niks van. Dit spel is echt gewoon debiel gekachtelijk. En dan ook die jumpscares. Ik wist ook dat er eentje zou komen. Gewoon je drukt op replay en hij denkt van... Hey! Ik gooi een jumpscare. En kijk dit dan. Wat is dit? Moet ik nou nog zo'n hart zoeken hier? Ligt die hier weer? Oh, hier ligt die gewoon. Hang, die she tried, fail she got love, they will. Dit spel is echt gewoon debiel. Wat is hier aan de hand? Nu is alles weer... Hoor ik nou weer eentje lopen? Wat is er aan de hand? Ah! Dit is niet een leuk spel. Vinden jullie dit leuk? Ik niet. Kan ik nu niet gewoon naar buiten toe? What the heck? What the heck? Wat de heck is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? Kijk die video, wat is dit joh? Hallo, moet ik nog zo'n ding vinden? Ligt die hier weer? Oh nee, dit ga je niet mee. Wat? Wat is er? Ik begrijp hier niks van. Wat zijn deze videotape dingen? Alles is zo eng en creepy. Waar moet ik naartoe? Ik moet... Ik vind dit niet leuk. Dit is geen gezond spel. Daar ligt hij. Oh mijn god. Bully, lie, they do, bully, they do, hate, she does, kill, she will. Dit is echt gewoon wat de heck gebeurt hier, joh. Waarschijnlijk komt er nog een of andere zieke jumpscare. Hallo? Is het lekker, pik? Wat? Wat de heck? Voor mij is degene die het spel heeft gemaakt echt ook gewoon ziek in zijn eigen geest, hoor. Even serieus. Hallo? Why? Wat why? Message? Dit wordt gewoon letterlijk een tekstblok geopend met een YouTube-linkje. Dit is echt gewoon echt heel naar. Kijk dit dan. Why? En dan een of ander YouTube-linkje. Wat is dit? 776-879. Wat de heck? Zit hier meer achter of zo? Wat is het voor spel? Dit spel is echt... Ik had niet verwacht dat ik zo lang bezig zou zijn met dit. I have given you a chance... Dit is... Ik heb echt het gevoel dat hier een heel team achter zit. Het lijkt wel gewoon... Wat? Ik ben echt van me apropos. Save me, save me, save me. Please. Wat gebeurt hier nog dan? Kijk dit dan. Wat de heck is dit? Dat lijkt wel een Gordon of... Nee, dat is het niet. Een hele enge man. Ik heb echt het gevoel dat ik een spel heb gespeeld van de Dark Web of zo. Het is echt niet normaal, dit spel. Huh? What the fuck? Dit is misschien wel het sixte gekste spel dat ik ooit heb gedaan met Horror Zaterdag. Ik heb geen idee. Het was echt bizar. Vond jij het ook bizar? Druk dan op dat blauw duimpje omhoog. Laat me weten wat je ervan vond. Klik hiernaast op wat anders. Abonneer, reageer. En dan heb ik nog maar één zeggen tegen jullie. Dat is... Doei mensen. Wat de heck? Wat was dit?